Hallo, ik ben Lennart. Ben jij een dame die binnenkort op avontuur gaat en wil jij warm en comfortabel slapen? Kijk dan even met me mee, want vandaag review ik voor jou de Glacier 500 Women's. Dit damesmodel is een mummy-model met een maximale persoonslengte van 1,75 meter. Het is een drie seizoenen slaapzak. Dat maakt hem geschikt voor de lente, de zomer en de herfst. Je ziet dat hij wat breder is aan de schouders en wat smaller is als je naar beneden gaat. Dat zorgt ervoor dat hij lekker omsluit op het lichaam, zodat je veel warmte vasthoudt en ook natuurlijk dat je minder gewicht hebt om met je mee te dragen. Hij heeft een uh, comforttemperatuur van 2 graden en een limiettemperatuur van min 5. Ja, zo compact zijn de Glacier modellen als ze in de opbergzak zitten. Wat ook bijzonder is aan deze opbergzak is dat deze waterdicht is. Hij heeft ook getapte naden aan de binnenzijde en als je hem dichtklikt, dan heb je hier een handvat om hem met je mee te dragen. Ze worden getransporteerd, opgeslagen en aan jou geleverd in deze mesh opbergzak, zodat het dons niet gecomprimeerd wordt. De binnentijk is gemaakt van een erg soepel en zacht nylon, wat erg prettig aanvoelt op de huid. En de buitenkant is ook van nylon, maar het is net als van alle andere Glacier modellen Drylight Loft 2 nylon. Dit is waterafstotend nylon en dat is erg handig als je in een tent slaapt waar veel condensvorming is of als er sneeuwresten zijn of wanneer je in een bivakzak gaat slapen. Als we gaan kijken naar de compartimenten waarin zich de dons bevindt, dan zien we dat die hier horizontaal lopen en hier verticaal. Waarom is dat? Dus om ervoor te zorgen dat het dons niet via de zijkanten weg kan zakken, zodat er koude plekken ontstaan. En er is nog een andere feature die zorgt voor wat extra warmte. Je hebt normaal gesproken bij veel slaapzakken de naad, dus de zijkant, um, hier halverwege zitten. Bij deze slaapzak, en dat zal ik even laten zien door hem om te draaien. Bevindt die naad zich op het grondniveau. Dat betekent dat de vlakken waar de dons in zit je hele lichaam omsluit tot aan de grond. Waardoor je een betere isolatie hebt. Om je hoofd goed te isoleren heb je hier de DC7 capuchon met 7 donsgevulde compartimenten. En de nekkraag. Die nekkraag die loopt langs je hals en dan vervolgens in twee antitochtstrippen langs de rits helemaal naar beneden. Dit isoleert nog een keer extra. En je ziet ook dat op die tochtstrip een anti-snacklaag zit. Om ervoor te zorgen dat er geen materiaal tussen je rits komt als je het dichtritst. En als we hier gaan kijken, dan zien we hier ook de EN-certificering. En speciaal voor de dames zit er in deze modellen meer dons in het voeteinde om die voeten warm te houden. Ook heb je door het trapezium-model de mogelijkheid om te slapen met je voeten rechtop en naar de zijkant. En zit er een shark toe in voor als jij het fijn vindt om je voeten naar voren te laten hangen. De Glacier modellen bieden een goede balans van alle goede kwaliteiten die de verschillende Mountain Equipment slaapzakken te bieden hebben. Daarnaast is de 500 binnen de Glacier serie ook de lichtste. Dus ben jij een dame die binnenkort op avontuur gaat en wil jij lekker warm en comfortabel slapen, bestel jouw Glacier 500 dan via slaapzakstore.nl of bij. Dankjewel voor het kijken en graag tot de volgende review.